Yo mensen, vandaag is weer een nieuw filmpje, weet je wel. En we zitten nu bij Island. En waarschijnlijk ga ik vandaag even nog de tol bij Aquafilm en de halfpipe. Maar dat weet ik niet zeker, dat kan ik ook morgen doen. En ik denk dat ik eerst hier even voor ga zwemmen of ik ga glijden. Eén van de twee. Dus we zullen het wel zien. Dat was lachen, die splash van die gast. Dat is zo'n fucking bolle gast en die gaat dan van die groene. En ja, dan gaat dat keihard, weet je wel. Hij dus, was spijker bol in mijn gezicht. Ja. Ik was erop, maar ja, die bent ja. Maar we gaan nou weer naar Island toe, we gaan even eten. We gaan wafels eten, want daar heb ik keihard zin in. Dus dat wordt lekker. Kat, fucking mooi. Hij likte zelfs aan mijn camera. Maar ja, ik had de selfie stick uitgeschoven, dus daarom dat hij dichtbij durft te komen. Dan ben ik ook allemaal benieuwd wat dat ding is. Dus ja, heb je ook nog nooit gezien misschien. Bij de
patisserie. Lekker. Ja, wel bij Aqua. Yo mensen, wij gaan nou glijden. Wat de glijbaan doet weer. Kijk maar, er zijn allemaal mensen op. Poedersuiker, Timo zit te vervelen. En ja, we gaan nou glijden. Mensen, wij gaan nou Uno achterstevoren spelen. Dat betekent wie als laatste kaarten nog heeft, die heeft gewonnen. Ja. En ja, ik zal het even kort uitleggen, het duurt niet lang. Het is bijvoorbeeld een plus 2. Als je die opgooit, dan moet de volgende, zeg maar, moet de 2 op een aparte stapel leggen. En als je bijvoorbeeld een plus 4 gooit, dan mag je 4 kaarten pakken voor je eigen. Dat hebben wij als regeltjes zelf verzonnen. En ja, voor de rest werkt het gewoon een beetje hetzelfde. En je moet per se gooien. Ja, dus, als je kan, hè? Als je kan. Dus ga het zelf ook lekker thuis spelen. Kan ook met pestkaarten. Gewoon stokkaarten kan ook. Hetzelfde idee. En verzin gewoon een beetje je eigen regels een beetje rondom. Maar ongeveer wel met dit concept een beetje. Maar dan gewoon S7 kleven bijvoorbeeld, zoiets. Dus ga ook lekker spelen. En het is keileuk. Het is op het begin een beetje verwarrend. Maar ik ben nou beter in dit dan de andere, zeg maar. Oké, okay, dus let's go timelapse. Dus bij het restaurant en vandaag is het Turkse avond en ze hebben nou kebab. Dus dat is kei lekker, want daar hebben we tot nu toe hier nog niet op. Vorig jaar kon je dat altijd bij middageten halen, maar dit jaar heb ik dat nog niet gezien hier. Wat heb je zo gedaan? Ceremonie, dat was 2 jaar geleden ook.
Ja, het is dus zeg maar ijs met cake erin. Of ja, cake erbij, zeg maar. Het zit allemaal een beetje door elkaar. Het zijn allemaal verschillende soorten ijssmaken. Bijvoorbeeld aardbei, chocola, dus vanille denk ik. Weet ik veel wat dit is. Ja, het zal wel. Dit is ook weer. En dan de hele tijd ja, één grote puinhoop van ijs is het eigenlijk. En dat zat in die bol waar dat vuurwerk op stond. Nou mensen, we zitten nu in de lobby. En we gaan zo naar de bazaar. En bij de bazaar is Splash ook in de buurt. Dus heel misschien dat we daar ook nog even langs gaan. We zijn bij de bazaar, jongens. Ja, ja. Je hebt hier allemaal kledingwinkeltjes, 15 of zo. Maar volgens mij als er een nieuwe collectie uit is, dan bestellen ze gewoon een vrachtauto vol kleding. En dan verspreiden ze het over al deze winkeltjes hier. En dan, kunnen ze het nog goedkoper inkopen. Ja. Denk jij niet? Dan zou ik best wel denken dat dat serieus is. Nou jongens, we gaan nu naar Splash. Het is hier achter om de hoek. Hier links. Dus we gaan even drinken halen en zo. Oké jongens, hier is Splash. Vorige keer stond er een bewaker bij de ingang, vorig jaar. Dus ja, nou volgens mij weer. Dus gewoon met een doel naar binnen lopen. We gaan naar de wc. Oké jongens, we zijn binnen bij Splash. We zitten hier zo bij de wc's. En we gaan even drinken bestellen. Yo mensen, dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik doe de outro achteraf, want mijn GoPro was ineens leeg of zo, weet ik veel. Waarschijnlijk had ik hem aangezet in mijn tas of zo, dat iets tegen dat knopje aan zat. Toen ging hij aan en toen was hij aan blijven staan of zo, weet ik veel, zoiets. Dus ik zou zeggen, doe een like, abonneer even en dan checken we jullie later. Houdoe.